Ik ben Suyen Chong en ik werk als senior onderzoeker bij het Rademacher. Wat ik ga onderzoeken, dat is de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven op het gebied van onderzoek. Nou, we onderzoeken dat nu omdat we zien dat daar veranderingen plaatsvinden in die samenwerking. Dus wat al heel gebruikelijk is, is dat universiteiten onderzoek doen voor of met bedrijven. En vaak is dat op wat kleinere schaal, dus één promovendus of een stagiair of een afstudeerder. En wat de laatste jaren plaatsvindt, is dat bedrijven het initiatief nemen om universiteiten te benaderen om een wat grotere schaal onderzoek te doen. Dus bijvoorbeeld een groep van 10 postdocs en promovendi. Of in sommige gevallen, zoals ASML, nu met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, dat er zelfs een compleet gebouw staat waar onderzoek wordt gedaan voor dat bedrijf. En dat betekent dus dat het veel minder vrijblijvend is, want het bedrijf steekt er een hoop geld in, dus die wil daar op een of andere manier toch wel de resultaten van ontvangen. Er is natuurlijk best wel, zijn er zorgen over dat de universiteit te veel een bedrijf wordt. En op het eerste gezicht lijkt het dan dat zo'n samenwerking daar ook onder valt. Maar dat is misschien een beetje te veel vanuit een soort vooroordeel of een idee bedacht. Dus wat wij willen is gewoon echt kijken naar wat gebeurt er nou werkelijk. En van daaruit rapporteren en daarmee de discussie weer aanjagen. Dus dat we op grond van echte voorbeelden van wat er gebeurt, daarmee de discussie voeden.